een paar dagen geleden dat ik met Maries in Jülich was in Duitsland om te kijken naar een camperplaats die eventueel geschikt zou zijn voor de RTM. Hè. Dat is wat de meeting van camperaars in Europa. En ik zit nu, ben inmiddels alweer terug in Nederland. Moest ook weer hier voor mijn werk zijn. Ik zit trouwens nu in de bijrijderstoel, waar ik een draaiplateau onder heb gezet. En dat is echt alweer een hele verbetering. Dan heb je ineens ontzettend veel ruimte erbij. Dat is echt mooi. Die camperplaatsen in Jülich, ik was niet heel erg enthousiast erover. En dat kwam omdat het was een veld hè, waar dan waarschijnlijk we met een hele grote groep konden staan. Of 20, 50 campers. Maar dat was best ver weg van het sanitair gebouw. Dus ik denk dat je wel 10 minuten moest lopen voordat je daar aankwam. En daarachter was een snelweg. Het was niet een plek die... ik vond het niet heel mooi eruit zien. En ze waren ook net nieuwe paaltjes aan het maken voor de elektriciteit. En dat waren dus ook paaltjes waar je dan nog weer geld in moest gooien. Dus je moest ook weer extra betalen voor de elektriciteit. En de camperplaats zelf was al €9,50 voor een plaats. Ja, ik was niet echt heel enthousiast erover. Maar ik laat jullie even zien hoe het er daaruit zag. Hier zie je het veld. Het is echt een groot veld, heel veel ruimte. En op de achtergrond hoor je nu Maurice. Die is met Bo daar. In op deze paal, ja, het display is nou uit, maar je pakt dan gewoon een nummertje, zeg nummer 2, en dan gooi je muntjes in. Maar er staat nog niet bij wat het gaat kosten. Maar waarschijnlijk blijft het dus niet €9,50 inclusief stroom, maar €9,50 en dan komt de stroom er nog bij. Dit zijn de toiletgebouwen, daar kon je nu niet in, die staat op slot, je hebt ook een pasje nodig. En zo'n dingetje waar je pasje voor moet steken. En daarbuiten was een wasbak, maar er zat ook geen water op. Nou, het was dus niet echt een plek waarvan ik dacht, dat is nou echt een goede plek voor de RTM. Ja, dus de eerste meeting eigenlijk van Europese camperaars, zoals ze dat al heel lang kennen in Amerika. En degene die dat heeft geïnitieerd is Lars, een Deen. En je kunt ook wel op zijn kanaal kijken. Nomadic Deen heet zijn kanaal. Waarin hij ook vertelt dat hij dus dit wil organiseren in september. Ik heb wel inmiddels ook contact gehad met Lars en voorgesteld van nou, als ik nou echt drastisch iets van de prijs afkrijg, misschien is het dan toch nog een aantrekkelijke plek. En dat ga ik nu kijken of die man dat wil. Dus wordt vervolgd en tot de volgende video.